Op de dag van het statuut, ook wel Koninkrijksdag genoemd, hebben in Paramaribo ongeveer 1000 Surinamers gedemonstreerd voor spoedige onafhankelijkheid. De betogers die de optocht door de stad de Mars naar de Vrijheid noemden en die tientallen borden en spandoeken meedroegen, waren voor de demonstratie opgeroepen door de 2 jaar geleden opgerichte Surinaamse Socialistenunie, de SSU, die in haar gelederen bewonderaars van Che Guevara heeft. Op een der pleinen van de hoofdstad werden de betogers door organisatoren en leiders toegesproken. Een van hen, de leraar Chin Afung, secretaris van de SSU, noemde het een schande dat Suriname anno 1971 behoort tot de 8 staten in de wereld die nog niet onafhankelijk zijn. Ook werd de menigte toegesproken door Rudy Cross, die zich richtte tegen wat hij noemde de Amerikaanse en Nederlandse uitbuiting van bodemschatten en arbeidskrachten. Het bleef, ondanks deze krasse uitspraken, een rustige demonstratie.